een zelfafnametest van de baarmoederhalskankertest. Daarnaast zit het ook in de familie, want de staaf waar het mee moet gaan gebeuren. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio. Ik ben nu nog even alleen, want René is aan het werk en Jesse Silver die heb ik net bij oma gebracht. Ik wilde dus gaan zwemmen. En via de site gaven ze al aan dat je moest reserveren en dat je daarvoor kon bellen en dat je, maar ook dat je moest inloggen en zo. Nou, dat inloggen dat lukte niet helemaal. Dus ik bellen. Kies nummer 4 voor reserveren. Ik nummer 4 voor reserveren. En toen werd er ook niet opgenomen en werd er gezegd, we kunnen nu uw telefoontje niet opnemen. Maar laat je boodschap achter naar de piep. Dus ik laat tot 2 keer toe mijn boodschap achter naar de piep en blijkt dat ik tegen een niet bestaande voicemail aan het aanpraten ben, want de lijn werd elke keer verbroken. Dus toen dacht ik, laten we op tijd naar het zwembad gaan en dan kunnen we daar reserveren. Dus ik kom daar binnen en werd aangesproken door een mevrouw op een hele, hele vriendelijke wijze. Echt, echt heel warm ook, heel warm. Ik kreeg er echt heel warm gevoel van. Weggestuurd met de boodschap dat het al meer dan een week vooruit gereserveerd vol zit. En dat ik op de website moest kijken. En ik probeerde uit te leggen dat ik dat had gedaan. En dat ik dat probeerde via de telefoon. En dat het niet lukte. Maar zij bleef erop staan dat ik naar de website moest kijken, meneer. Naar de website. Meneer, ik moet bij de website. Nou, geen fijn gesprek. Ik ben maar weer weggegaan. Oma zou trouwens ook komen, dus... Uiteindelijk heb ik oma afgebeld en toen zijn we maar naar oma zelf gegaan. Uiteindelijk bij Els aangekomen, lekker bakje gedaan. En toen dacht ze, wat gaan we nu doen? Nou, we gaan lekker naar de speeltuin zo meteen. Super, super gezellig, want het is ook nog eens best wel lekker weer. En vanavond wilden ze de rode kool proberen met stoof. Gegaard in lekkere portsaus. Dus die ga ik zo meteen maken. En dat is dus ook een van de gerechten van mijn menukaartje. Van wat eten we vandaag op Facebook. Leuke pagina. Als je gaat zoeken, kijk wel eventjes naar de goede. Want er zijn er een aantal met dezelfde naam. Ja, dat heb je nou eenmaal op Facebook. Dus ik ga het vlees opzetten. En dan gaan we lekker terug naar oma en naar de speeltuin. En dan vermaken we ons daar wel, toch? Ja, goed plan. We hebben hier gewoon een heel lekker stukje runderlappen. Kijk eens. Mooie grote stukken, heerlijk. Het vuurtje staat aan. Knallen we flink wat boter in. Deze zetten we nog even op zijn kop. Flink laagje boter erin. Dan hebben we hier de vleesjes. Die gaan we even wat kleiner maken. Maar niet te klein. Mogen best wel wat lekkere stukjes zijn. Zo. Kijk, hier zit dan nog een heel stuk vet aan. Maar vet geeft ook heel veel smaak. Dus die laten we er gewoon lekker aan zitten. Omdat als het goed is... Als het lekker een paar uur opstaat, dan wordt het helemaal zacht. En valt het zo van het vlees af. Dit is een stuk plastic, dat willen we er niet in hebben natuurlijk. Zo, hoog vuur. Als de boter goed warm is, gooi ik het vlees erbij. Lekker peper en zout op smaak brengen. Doe er nog een uitje bij en knoflook. En dan blus ik hem af met peterselie, kruidnageltje erbij. En lekker op smaak brengen met wat kruiden. Nou, laat hem lekker een paar uur sudderen en dan ga ik ondertussen naar oma en Jesse om lekker naar de speeltuin te gaan. En dan hebben we vanavond weer heerlijk eten. Ik maak even een tussenstop. Bij René. Die had nog wat dozen voor ons. Moet dat? Hey. Hi. Hey. Kom je dozen halen? Ja. Oh.
Lucy? Oh, je hebt er heel veel. Oké. Okay. Leg ze maar daarin. Zo daar, in de auto. We gaan werken zo. Wat doe je daar op de grond? Wou je met de auto daarheen of... Zullen we maar lopen, denk ik? Want het is met de auto even ingewikkeld. Ja, nee, lopen is prima. Okay. Kom maar. Jesse. Nog één keer. Laat eens zien. Kom maar. Nee, joh. Ja, het was... Kom maar. Zal ik even vasthouden? Oké, even vasthouden. Hop, hop. Hop, hop. En... Wauw. En nu alleen. Let op, hè. Je doet het nu alleen, hè. Kom maar. Ah, wat doe je nou? Oh, kom maar. Auw. 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 Ja. Ja, je staat, staan. Oh. Een beetje moe. Oké. Je moet voor je kijken. Kom, we gaan lekker. Kom, we gaan naar de speeltuin. Auw. Auw. Toch niet voor Jesse zo neerzetten en hem niet geven. Nee, daarom heeft hij lange vingers, maar hier zit die alcohol. Zijn alweer op. Hier zit alcohol in, daarom heb ik er hier nog twee liggen. Geweldig ziet dat er weer uit. Oh. Maar inderdaad, wat kind. Heerlijk. Ja, we hadden dus al, ja, hier, kijk. Oh, nam nam. Ja, wacht even, dit kan natuurlijk wel. Vooruit dan. Kijk zo. Hij slaapt zo meteen toch niet meer, man. Is dat broodje aan, vrouw? Nou, niet helemaal. Ik denk als je dat kind alcohol geeft, dat je ja, nee, slaapt. Dat wel. Nee, maar door de suiker zeggen ze toch wel eens van om... Ja, nou ja. Ik kreeg ook gewoon. Het was van deze generatie een beetje. Ik kreeg ook gewoon die tellerbroodjes hoor. Ja, voor het slapen gaan. Kijk eens, een mini kindertiramisu. Hoe die er naar kijkt ook, hè? Lekker! is er wat Jessie? Niet wat Jessie. Nee, hè? Vind je niet lekker? Of wel? Papa maar één keer pesten. Eén keer is leuk, twee keer is vervelend, drie keer is het vervelend. Ja. Oeh, lekker zacht. Lekker. Nou, eet. Lekker. Smakelijk. Hij ging echt zo helemaal van... Lekker. Hey. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Goedemorgen. Het was weer gezellig gisteren. Hè? Ben je naar de speeltuin geweest? S'avonds lekker met oma gegeten. Oh. René ligt nu even lekker te slapen. En zo meteen gaan we naar mijn zus. En ja, die heeft lekker hapjes en zo. Ja? Hallo. Ja. Waarom hebben we ook bestek? Lepels, vork en zo. Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Nee! Het is zo schattig. Ja? Ben je klaar met eten? Nee. Nee, dat dacht ik al. Dat was super grappig net. Ik dacht gisteren nog
ik heb hem een cracker gegeven en ik dacht van, die heeft hij wel echt heel snel op. Dus nou was hij vanmorgen, moest hij wachten op het eten en ineens komt hij tevoorschijn met een cracker. En die had hij dus gewoon, gaat het goed? Ja. Die had hij dus gewoon achter in zijn auto gelegd. Die had hij nog bewaard voor later. Hartstikke goed. Hé? Nu nog even zwaaien. Oké. Tot strakjes. Mama. Ja, mama die komt zo, denk ik. Zet maar neer. Zet maar neer. Jesse. Jesse. Zet maar neer. En daar neerzetten. Wow. Moet er niet zelf in gaan liggen. Gretje. Goed zo. High five. Pats. Ja, terwijl het René bezig is met een fotosessie, zijn we lekker onderweg naar mijn zus en we zijn er bijna. En dat gaat mijn zus heel erg leuk vinden, want hij zegt vandaag voor het eerst Elena. Tenminste, Ena. Een poging tot. Hij maakt van Luca Kuka en Elena is gewoon Ena. Ik vind het ook leuk, Ena. Ja, Jessie, waar gaan we naartoe? Hij denkt echt, kijk maar. Nou, laten we staan weer het hoogtepunt van. We zijn er bijna. Dus, tot zo. Ena! Met wie gaan we? Ja, koetje. Oeh. Hoe zit het koetje? Ha! Eindelijk moet je deze opzetten, dan hoor je er een beetje bij. Het gaat heel goed met één hand. Zo. Zo. Wat doet het koetje? Oeh. Oeh. Dat is leuk, hè? Laten we maar naar binnen gaan, het is koud. Ja. Moe, het is echt koud. Moe. Het gaat altijd zo lekker. Ik vind het best lekker ruiken, jij schat? Heerlijk. Kan het best hebben. Ho. Super licht. Blij om jou weer te zien, dus. Hey! Zit je haren mooi? Ja. Een mooie kleurtje, ja. Wat is de Klaas? Tot dan. Oh, hij weet je ook overal te vinden, zeg. Hey. Van jou? Ja, doe maar openmaken. Zo? Zoals we lang willen. Hem doorzetten. Doorvoelen. Oh, het is nog niet donker. Oh, eens kijken. Eens kijken, Jessie. Het is een groen en blauw karton. Oh, wat is dat voor moois. Haal ze maar op. Ja. Kijk eens. Kijk maar. Boeken. Oh. Oh. Wauw. Dan kan je knutselen. Dan kan je schettingen maken. Oh. En dan kan je ze omdoen. Dat is leuk. Oh. Ja, let's kijken. Next. Kom maar. Next. Oh, wat word jij verwend? Hier, yes, kijk. Nog één. Oh, wauwie. Dat is leuk. Dat vindt mama ook leuk. Kom maar. Pak hem maar uit. Emmertje tik. Wow. Dat is leuk, hè?
Dat is echt heel leuk. Ik ben een keer in zo'n schroef gaan staan. Oh ja, daar. Zo! Hey. Zo, hamertje tik heb je nog. Die laten we nog wel even erin. Hey, bedankt voor Sinterklaasje. Ja, moeten we eigenlijk liedje zingen? Spaghetti carbonara. Nee, het is geen spaghetti. Gaat vallen. Goed. Mina? Dat is voor de katten. Oh, dat is niet fijn. Met wormpjes. Heel warm. Ik wil er wel iets moois laten zien. Oh ja, nee, is goed. Zo, we zijn inmiddels weer thuis na een leuke avond of middag bij Elena en Richard. Het was hartstikke gezellig. En we zijn weer thuis. Jesse Silver ligt alweer lekker op bed. En ik dacht, nou, ik ga maar eens beginnen aan hetgeen wat ik heb binnengekregen. En dat is namelijk een zelfafnametest van de baarmoederhalskankertest. Want ik ben inmiddels 30 en ik heb dus de uitslag de uitnodiging gekregen om mij hierop te laten testen. En dat wil ik absoluut laten doen. Ik bedoel, als dit gewoon gratis gegeven wordt, dan moeten we daar natuurlijk gebruik van maken. Daarnaast zit het ook in de familie, want mijn zus die heeft het helaas gehad en dat is gelukkig uiteindelijk goed afgelopen, maar wel na een ingrijpende operatie, want de baarmoeder moest eruit en lymfeklieren en ja, dat is iets waar ze nog de hele leven last van zou houden. En dus daarom ga ik dit uiteraard doen. Dus ik heb de huisarts opgebeld om een afspraak te maken en toen gaven ze aan dat we het ook thuis kunnen doen, dus zelf. En toen dacht ik, nou weet je, waarom niet? Ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan kan ik alsnog een afspraak maken. Dus ik kreeg dit pakketje binnen vandaag. Stap 1, de brief. Voor de zelfafnametest. Stap 2, de gebruiksaanwijzing. Hier hebben we de staaf waar het mee moet gaan gebeuren. En de candida in de retour envelop. Ik heb hem al doorgelezen en wat eigenlijk de bedoeling is, is dat je de staaf in gaat brengen, eigenlijk zoals een tampon. Dat doe je dan, je brengt hem in tot aan de vleugeltjes, dan draai je 5 keer aan de roze knop. Dus doordat je deze indrukt, dan komt er een staafje uit, dan draai je 5 keer aan die knop, trek je hem weer terug, huls je er weer voorzichtig op. En dan in de retourzak. Ik ga natuurlijk niet laten zien hoe ik dat aan het doen ben. Maar ik ga wel even laten weten hoe ik het heb ervaren. Want zoals ik het altijd een beetje hoor, als het door de huisarts wordt gedaan, dan gaat er een eendenbek in. En sommige mensen vinden het ook echt geen prettig gevoel. Ik ga het jullie laten weten.
Nou, het is gebeurd. Dat ging eigenlijk heel goed en makkelijk. Ik heb ook echt helemaal niks ervan gevoeld. Ik zag wel dat er een soort van vocht in was opgenomen. Nou, hier ligt hij dus weer. We gaan hem in dit zakje plaatsen. Dat papiertje moet erin blijven. Even kijken, ja, het is een wit absorptiedoekje. Die moet erin blijven zitten. Dan moeten we het zakje goed dicht doen. Dan kan hij in de retour envelop. En recht zo die gaat. En dan zouden we binnen 3 weken de uitslag per brief van de screeningorganisatie moeten ontvangen. Ik ben benieuwd. Wat een dag. Ik was wel eventjes met al die kids daar zo helemaal overprikkeld hoor. Jeetje, wat een drukte. Gaat het goed? Nee. Ik lig er ook nog en even mee. Met railings. We hebben gewoon zelf betaald hoor, we hebben het niet gehad. Van Cheetos of zo, we zijn niet gesponsord. Nee, ik vind hem gewoon te lekker. Zit je? Wat? Ik zit gewoon als een... In mij te kietelen. Ja, was weer lekker aan het snotteren van die katten. Ja, het laatste half uurtje ging het wel ineens helemaal mis inderdaad. Zo raar dat dan ineens helemaal omslaat. Ja. Ik ben natuurlijk zwaar allergisch voor katten, maar over het algemeen kan ik ze wel redelijk handelen de laatste jaren. Sinds dat ik acupunctuur heb gehad. En, maar ja, we waren een aantal uur binnen en zijn met 2 katten. En dan ja, kan het dus heel lang goed gaan. En dan ineens. Watjoe, watjoe, watjoe. Dan schiet alles vol en dan. Dan krijg ik er nog benauwd van als ik er weer aan denk. Maar. Nee. Nee, dan hadden we echt een probleem gehad. Nou, dus we zijn lekker gaan rijden en het was ook gewoon. Het was echt tijd voor bed voor Jessie ook. Een hele tijd wakker geweest en gerend en gedaan. Ja, was echt heel vrolijk. Ja. Niet zo heel goed gegeten, maar hij heeft wel veel gegeten. Hij had overdag al veel gegeten. Doosjes en kaas. Op zich kan het wel een keertje. Over het algemeen eet hij al prima. Dus, dat gaat allemaal hartstikke goed. Nou, we zijn nu een Babysitter's Guide to Monster Hunting. Je, wat een titel ook. Ja. A Babysitter's Guide to Monster Hunting. We gaan eens kijken. Ja. Op Netflix. Nou, ik ga geen spoilers geven, maar hij is wel leuk. Wel toch een familiefilm. Familiefilm. Nou, ik vind hem. Eng. Nee. Hij is wel. Nee. Harry Potter eng. Hij is wel gewoon. Nee. Dat je denkt van. In het begin is het heel eng, maar daarna. Ja. Valt wel mee, denk ik. Oké, okay, sorry dat we ik zit mee. Zitten in de naam over. Nee. Mijn mening. Maar Harry Potter komt is wel echt mijn echt mening. Eng. Vind jij die dingetjes eng? Die dingetjes vind ik eng. Mijn mening. Ik vind jouw het mening. Enge shizzle. Nee, maar voor Jessie en zo zou het wel te eng zijn. Ja. En voor iedereen boven de 16 met z'n 2 kijken. Gewoon met iemand bij je zit. En het licht aan. Nou, dan gaan we lekker afsluiten, denk ik. Dan gaan we lekker afsluiten. Ja! Vond je dit een leuke vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten. En dan zien we jou graag bij de volgende vlog. Bijna gelijk. Ciao! Ciao!